zaterdag 25 april. Vandaag gaan we het hele net weghalen. Hey, kijk eens. Goeiedag. Hoi. Er komt al wat boven, hè? Er komt al wat boven. Even afwachten. Even afwachten wat het gaat worden. Alleen de spinazie niet, hè? Dan zie je daar links en rechts en verder in het midden niks. Die kleine, is dat ook spinazie? Daar zo rechts. Ja, nee. Maar die in het midden, zeg maar. Is dat nee, ook? Dat is weer een ander soort blad. Dit is geen spinazie, dit. Maar dat geeft niet. En tussendoor tuk-tuk. Geen tuk-tuk. Oh, wat is dan? Tuk. Oh, tuk. Tuk. Vroeger heette het... Tuk-tuk, dat is een riksja. Riksja. Vroeger heette het tuk-tuk, maar nu heet het dus tuk. Nou ja, ik had al laten zien dat blad, dat het niet toegestaan is om af te dekken met netten. Balen. Dat is heel erg balen, want we hebben hier best wel hard aan gewerkt. Maar dan gaan we het gewoon anders inrichten, toch? Mm-hmm. Ja. Geen keus. We hebben geen keus. Geen keus, ook een keus. Neem nog een lekkere tuk. Neem dezelfde. Dus neem een tuk. Tuk. Neem een hele. Neem ik een hele. Zo mooi. Ja, zo mooi dit. Maar dat gaan we aan de zijkant doen, hè? Mm-hmm. Zo, gaan we zomaar weer beginnen. Klus is geklaard. We hadden exact eigenlijk genoeg PVC-buizen om het zo neer te zetten. Kijk, zo kan het, zo kan het ook. Moet toch alles ook weer mooi onder de gaas. Dus als dit niet goed is, weet ik het ook niet. Vogels moeten nu wel uit de buurt blijven. Ging een stuk sneller, hè? Ja, we raken ook een beetje ervaren natuurlijk. De ervaren klussen.